mijn stad. Racing Sports Network presenteert Terugblikverslag met Roy Versnel en Evert Kras. Vandaag, Roy, gaan we eens wat dieper in op de streken die Blixen McQueen naar het stille dorpje Radiator Springs hebben gebracht. Dat dorp heeft geen idee dat Blixen hun kant op komt geraasd, nog sneller dan een warm mes door de boter. Als een warm mes. Wow, kijk hem gaan! Hij heeft de totale controle verloren. Laten we terugspoelen om te begrijpen wat hem tot dit punt heeft gebracht. Hij schiet op me. Waarom schiet hij op me? Daar heb je het al. Een stukje terugslag van de uitlaat. Ik snap het wel hoor, Evert, maar op of naast de baan, je moet je kanten bewaren. Los van een handjevol omvergereden pionnen verkeren zowel hij als het dorp in goede staat. In het begin. Dat gaat niet lang meer duren. Laten we eens kijken hoeveel schade Blixen heeft aangericht. Nummer 1. Oh, dat kan niet goed zijn voor je verf. En we hebben een schoonmaakploeg nodig in rij 2. En daar is nummer 3. Ik heb van brandend rubber gehoord, maar niet van smaakvol rubber. Kijk, hij veroorzaakt al deze schade. Dat kost behoorlijk wat geld. En een gigantische nummer 4. Neem dit maar van me aan, jongens. Geen enkele hoeveelheid paardenkracht kan dit ongedaan maken. Dat klopt, Roy. Je moet altijd verantwoordelijkheid pakken voor wat je hebt gedaan. Want als je dat niet doet, hang je voordat je het weet te bungelen. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Knul, jij hebt echt grote problemen.